Hallo allemaal, ik ben Van de Boezekol, senior dingers bij HCS Company. Normaal gebruik ik deze ruimte om te praten over toffe technologieën, leuke dingen die je kan doen. Vandaag ga ik het niet hebben over iets leuks wat je met OpenShift kunt doen, maar een leuk iemand die dingen met OpenShift doet. Wat ik namelijk bij me heb is Jan Kappert. Jan Kappert is OpenShift engineer bij HCS Company. Dus laten we tegelijk met de deur in huis vallen. Jan, jij bent OpenShift engineer bij HCS Company. Wat houdt de rol OpenShift engineer nou in voor jou? Ten eerste bezig zijn met de nieuwste technieken, met mooie technieken. Technieken die heel veel mogelijk maken voor development, om snel te kunnen developen tot, ja. Momenteel ga je ook de nieuwe technieken zien zoals KubeVert. Er zijn zoveel dingen om toe te passen. Ja, dat is gewoon. Het blijft gewoon een machtig mooi product om mee te werken. Ja, dat is waarom je het leuk vindt. Hè? Maar wat is het dat een OpenShift engineer nou precies doet, volgens jou? Wat wij doen op een dag, dat is zo variërend. Kijk, je begint eigenlijk, als je je clusters al hebt draaien, begin je eigenlijk al met je day-to-ops. Het houdt in dat je eigenlijk gaat kijken van, draaien alle systemen goed? Hebben we voldoende storage? Hebben we niet te veel events, alerts? Kijken of we voldoende capaciteit over hebben. Monitoring, logging nakijken. Ja, en daarna begint de dag eigenlijk met het verder doorontwikkelen van de platformen. In het geval van de klus waar ik mee bezig ben, is dat wij bezig zijn met een multicluster environment. Dus dat we twee clusters afzonderlijk naast elkaar hebben draaien en waar we dan ook nog eens een deployment overheen moeten gooien. Dus dat is waar ik nu heel erg druk mee bezig ben. Ja, nee, dat klinkt. En dat maakt het ook wel heel gaaf om met dit soort technieken bezig te zijn, want ja, je gaat eigenlijk naar de cloud-strategie. Nee, dat klinkt alsof je inderdaad wel bezig kan houden, maar je noemde day two. Dus dat is gewoon de going concern, spullenboel in de lucht houden. Hè? Ja. Day one. Ja, dat hoort er dan ook bij. Ja, dat zal je ook doen als je meerdere clusters draait. Je hebt vast wel test deployments die je doet bijvoorbeeld ook voor nieuwere versies, nieuwere clusters. Ja. Ja. Wat doe je daar zoal aan? Automatiseren. Dat wil je niet te vaak zelf doen elke dag. Wat we doen is eigenlijk gewoon een deployment starten, kijken of de pods kunnen draaien en dat soort zaken. Op dit moment doe ik daar zelf niet heel erg veel mee. Okay, maar je hebt de day one helemaal geautomatiseerd dus? Voor 99% wel, ja. Met dank aan jou ook grotendeels. Dus. Nee, dat soort dingen doe ik nooit. Nee, dat zal wel. Nee. Maar je hebt day one en day two. Je klinkt altijd heel enthousiast over. Er is ook een reden dat je Red Hat Accelerator bent geworden hiervoor natuurlijk. Ja? Ook. Wat vind je nou zo leuk aan je rol als OpenShift engineer? Wat maakt het voor jou zo interessant om te doen? Ja, het interessegebied van mij, weet je, het is ICT, het is nieuw. Ontwikkelingen gaan gruwelijk hard. Dat vind ik gewoon gaaf, weet je. Ik ben jaren Linux-beheerder geweest, maar op den duur ken je het geintje wel. En kijk, als ik dat dan vertaal naar OpenShift, ja, die technieken die gaan zo immens hard. De ontwikkelingen gaan heel erg hard. Community is er heel erg druk mee. En je krijgt eigenlijk, elke maand heb je wel weer nieuwe dingen wat je kunt gaan uitzoeken. En wat je kunt gaan verbeteren. Of, ook tegen de meest gekke dingen aanlopen, waardoor sommige operators gewoon niet werken. Ja. Ja, onlangs dan dat ik bezig ben met de OpenShift logging. Het heeft een flinke upgrade gehad. Het is van Elastic 5 naar 6 heen gegaan. Het zou moeten werken op OpenShift, by default. Maar ja, daar loop ik dus in zulke leuke dingen uit. Waar je echt moet gaan graven in een product van, hey, waar zit nou het probleem? En dan ga je dus ook samenwerken met Red Hat en met de community om dingen opgelost te krijgen. Ja. Nee, sommige mensen zouden dat niet zo leuk vinden om dat soort problemen te moeten oplossen. Maar ik ken jou, jij bent pas blij als je inderdaad je tanden ergens in mag zetten. Liefst wel, ja. Dus, ja.
Dat brengt ons tegelijk een beetje naar de volgende vraag. Je werkt voor HCS Company, maar je zit niet bij HCS op kantoor. Je zit bij klanten over de vloer. Nou, op het moment zit je bij klanten remote over de vloer vanaf huis, meeste. Maar je hebt voor HCS een aantal klanten gezien. Voor je bij HCS begon, heb je zelf ook bij een aantal andere organisaties gezeten. Als er één ding is wat je aan zo'n organisatie zou mogen veranderen, wat zou dat zijn? Oh boy. Wat zou je willen veranderen aan een organisatie? Ja, ik denk dat ze eens wat minder bang moeten zijn om open source oplossingen in te zetten die ook vrij jong zijn. Wat ik vaak merk is dat organisaties toch wel huiverig zijn om hele nieuwe technieken in te zetten. Kijk, als je dat zou kunnen veranderen binnen een organisatie en nieuwe technieken kunt inzetten die ook kunnen helpen om de organisatie in een stroomversnelling te brengen, ja, dat zou geweldig zijn. Dus die angst wegnemen en ervoor gaan. Oké, dat is een leuke. Dat is een andere dan ik meestal hoor van mensen als ik diezelfde vraag stel. Heel vaak gaat het tegelijk over cultuur en ze moeten gewoon doen wat ik zeg. En dat is wat ik altijd zeg dan zelf. Maar ik vind het wel een hele mooie inderdaad. Gewoon niet bang zijn voor nieuwe dingen uitproberen, nieuwe tools proberen. Het is maar een stukje techniek. Je kan het altijd terugdraaien als het niet gewerkt heeft. Dat vind ik een hele mooie. Klopt. Ja. Nou, dan komen we tegelijk. Jij bent niet bang voor nieuwe dingen. Dat weet ik. Jij zit altijd vooraan als het om de nieuwe dingen gaat uitproberen. Heel vaak als er een nieuwe feature is, dan leer ik van jou ook wat het is en wat het doet. Voor ik er zelf naar ga kijken. Dat vind ik wel leuk. Maar binnen zo'n organisatie waar HCS jou neerzet, ja, wat voor verschil breng jij daar ten opzichte van de zoveelste IT'er die je gewoon vanaf de stoep kan naar binnen kan trekken? Wat voeg jij toe aan een organisatie? De snelheid vooral. Waarmee wij ook als HCS werken, zeg maar, om complete platformen neer te zetten en in een bepaald stramien neer te zetten, waardoor een organisatie dus heel snel in operatie kan. En ja, ik denk ook wel dat het de HCS-manier is van werken, weet je, schouders eronder en doorbuffelen tot we het opgelost hebben. En dat merkt de klant ook, weet je. Ja, een storing ook, die pakken we meteen gewoon helemaal aan, van A tot Z, om het op te lossen. En ook nog in een bepaalde snelheid, we zitten niet achterover. En we weten ook meteen onze kanalen in te schakelen als we hulp nodig hebben. En ik denk dat gewoon als een externe binnen een organisatie wel heel veel toegevoegde waarde heeft. Ja, gewoon niet ouwe hoeren, gewoon bezig en doorgaan tot het af is. Ja. Ja. Nee, dat klinkt wel als de Jan Kapper die je kent inderdaad. Dan heb ik nog een laatste vraag voor je voor vandaag. Stel, er is iemand die vindt computers ook leuk. Die is net zo getikt als jij. En die wil ook OpenShift engineer worden. Maar ze hebben nog nooit OpenShift aangeraakt. Wat voor een advies zou je die mensen willen geven voor hun pad naar ook OpenShift engineer worden? Nou, ja, dat kun je op zoveel verschillende manieren doen. Maar een leuke is start met learn.openshift.com. Heel veel leuke, makkelijke instaptrainingen wat je kunt doen om ervaring te gaan opdoen met OpenShift. Aan de andere kant, ga leren met Docker spelen. Ga leren kijken wat Kubernetes is. Ga daar eens mee kijken. Ga de verschillen ervaren. YouTube. En vooral Code Ready Containers. Ga spelen. Ga leren. En als je dan eenmaal wat ervaring hebt, ga de trainingen doen en probeer je te certificeren. Dat is wat ik adviseer. Nou, ik denk dat dat wel een goed advies is. Niet alleen voor OpenShift, maar gewoon voor eigenlijk alle kanten die mensen op willen. Gewoon ermee beginnen. Haal informatie binnen. Er is zoveel te vinden op internet tegenwoordig. Gewoon proberen. Echt proberen. Ga een keer op je plaat en pak het weer op en ga weer verder. Ja. Nee,
Dat vind ik een heel mooi advies. En dan wil ik je graag bedanken voor je tijd vandaag. Ik weet dat je een druk schema hebt. Dan wil ik de kijkers nog even een laatste stukje advies meegeven ook. Wees zoals Jan. Haal veel informatie van internet af. Pak wat je kunt krijgen. En dat kan je doen op de website van HCS Company. Dat kan je doen op het YouTube kanaal van HCS Company. Dat zijn twee hele mooie plekken hiervoor. Goed onthouden. HCS Company. Ook voor al uw OpenShift engineers. Tot de volgende keer. Hey, bedankt Wander.